Thierry Mugler legt de tijdgeest vast in sterk gebogen lijnen. Hij heeft altijd al graag achterom gekeken naar de jaren 50 en 60. Maar zijn mode is allesbehalve van gisteren. Glamour en esprit spreken uit zijn rondgesneden japonnen en kostuums. Hollywood femmes zijn altijd al Mugler's voorbeelden geweest. Dunne, 15 centimeter hoge naaldhakken, kousen met naden, nu eens voor, dan weer achter, loshangende pandjesjakken en zeer korte bolero's. In de overvolle kleine showroom van Mugler was het licht helaas niet optimaal voor de camera's. Mugler werd door de vakpers geestdriftig geprezen. Maar de hoofdzaak is dat er even geestdriftig wordt gekocht. Niet minder belangrijk dan de collectie zelf is voor journalisten en trendsnuffelaars het gedrag van de modeverslaafden. Deze mensen hebben geen domme vooroordelen tegen de zogenaamde wispelturige mode. Als er al mensen wispelturig zijn, dan zijn dat veel eer de consumenten zelf. Mode-evenementen zijn de beste podia om jezelf te manifesteren. De mensen drukken zich uit in de kledingtaal. Ze zouden doodongelukkig zijn als ze hier naakt moesten rondlopen, want waaraan zouden ze dan herkend moeten worden? Dit circus lokt per seizoen 40.000 tot 50.000 bezoekers en levert de confectiehuizen 3 miljard dollar op. Hier kun je ook eens mannen zien die niet als grijze muizen rondsluipen. En het zijn niet bepaald alleen jongeren uit het modemilieu die hier hun behoefte aan creatieve verkleding bevredigen.
Voor de mensen van omstreeks 30 jaar zijn de nieuwe minis een essentiële ervaring. In de jaren 60 waren zij kinderen. Nu al storten modemakers en meisjes zich op korte kledij. Karl Lagerfelds creatieve vermogen is al even indrukwekkend als zijn zakelijk talent. Achter zijn merk KL staan nu nieuwe financiers. Hij steekt namelijk nooit eigen geld in zijn producties. In de herfst van 1988 zal Klaus Steilmann, de grootste confectionair van Duitsland, een speciale Lagerfeld-collectie uitbrengen. In de KL-collectie korte, zwierige plooirokken. Elegante lange jakken met rechte, brede schouders. En lang over kort. Overdag en 's avonds over korte, nauwe minis, lange wikkelrokken met lange split. Altijd donkere kousen en vaak hoge laarzen. Vooral bij het nieuwe korte X-silhouet. Die besten Designer arbeiten nicht im luftleeren Raum. Der gute Zeitgeist muss ständig ihre Schnüffelnasen umfächeln, Anregung muss sein. Filme und politische Ereignisse, Grafik, Pop, Szene, Theater und Straßenbild, ferne Folklore sind Funden.